Hey Henk, volgens mij is een rolmaat echt hopeloos ouderwets. Ik denk dat er veel betere manieren zijn om een maat aan te geven. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Als je nou geen idee had tegen wie ik dat had, dit is Henk Rijkaard. En laten we even dit fragment gaan kijken. Actieve straling, maar ik vind het proces echt super tof. Als je denkt dat het zoveel gemakkelijker is, ik gooi vanaf nu een challenge in mijn koterij-community. De koterij-remix-challenge. Als je denkt dat je zelf een betere rolmeter kunt maken, doe maar. Nou, ik heb hier heel even over nagedacht, maar laten we eerlijk zijn. Iedereen die op internet zit, die weet dat een rolmaat inmiddels hopeloos ouderwets is. En dat er veel betere manieren zijn om een maat aan te geven. En we hebben dat allemaal thuis. Iedereen kent het. Precies. Banana for scale. Laten we naar de werkplaats gaan. Laat ik je precies zien hoe dit veel handiger is dan een rolmaat. Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat je een banaan ook als blokhaak kan gebruiken om vervolgens je rechte lijn af te tekenen. Doe dat niet. Maar is dan alles beter met de banaan? Nee. De banaan heeft twee nadelen. Het eerste nadeel is, hij gaat maar ongeveer een week mee. Je ziet dat deze al best wel bruin begint te worden. Het andere nadeel is dat niet alle bananen gelijk gemaakt zijn. Als je een banaan hebt van een andere leverancier of een andere tros, dan heb je gewoon het verschil dat hij soms wat langer, soms wat korter of wat krommer is. Dus, we gaan het hetzelfde oplossen als ze met de meter en de kilo hebben gedaan. We maken een referentiebanaan. Dat gaan we vandaag doen. Laten we naar de computer gaan. Dat lijkt toch wel heel erg op een banaan. Maar wat me nou nog wel leuk leek is, ik heb nu deze banaan zo. Het is wel handig misschien om er iets van een schaalverdeling op te hebben aan één kant. En wat ik zat te denken, aangezien banaan een redelijk ruwe eenheid is, die ja, niet echt ergens op slaat, dacht ik laten we dat matchen met een andere eenheid die nergens op slaat. En laten we een schaalverdeling in inches maken. Deze achterste is volgens mij helemaal goed gegaan. Alleen een klein randje hierachter dat ik moet schuren. Alleen deze heeft hier net even gehapt. Dus die gaat niet mooi worden. Dus ik heb hem nu ook gewoon uitgezet nu deze klaar is. Hoef ik hier niet op te wachten. En daar zijn de bananen met de schaalverdeling. Er zit allemaal zaagsel omheen. Maar volgens mij zijn ze een stuk beter gelukt dan die andere. Dus nu hoef ik alleen nog maar één voorkant opnieuw te frezen, want die was misgegaan. En dan kan ik ze gaan afwerken. Zo. Ik heb hier twee bananen. Ik hoef nu alleen die randjes hier maar even op te schuren. Dan kan ik ze met het lijmen straks goed uitlijnen. Nu is dat heel lastig met het randje. En dan kan ik ze op elkaar gaan lijmen. Eerst die randjes even. Oeh, hij blijft er mooi staan. Cool. Schuren, verven, afplakken, nog een keer verven. Laten we dat gaan proberen. Ik ga ze eerst helemaal geel maken en dan ga ik dit afplakken, uitsnijden en dit zwart spuiten. Ik denk dat dat een stuk makkelijker is dan andersom. Maar even goed, ga ik hem eerst een zwarte laag geven
In de hoop dat ik een wat meer realistische bananenkleur krijg. Zo, de gele verf is helemaal droog. En nu moet ik dus hier nog de zwarte verf in doen. Dus ik moet hem gaan afplakken, uitsnijden en zwart spuiten. En ik moet het stokje nog doen. Daar dacht ik ook het einde van zwart te maken. Omdat, ja, bananen zijn niet helemaal geel. Laten we dat maar eens even gaan proberen. Zo, het was even een priegelklusje, maar het zit erin. Ik ga hem nu nog één laagje geel geven. Zodat hopelijk, als er iets onderkruipt, dat het de gele verf is. En dat ik daarna met de zwarte verf een hele mooie strakke lijn ga krijgen. Nou lijkt dit natuurlijk op het eerste gezicht een doodnormale banaan. Maar niks is minder waar, want dit is een meetbanaan. Henk, deze is voor jou. Auw. Dankjewel, Emiel. Wil je nog meer gave video's van gekke objecten zien? Kijk dan even de playlist hier. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. En tot volgende week.